Daily Minutes 14:56 met een uitzending van vandaag 31 oktober 2018. Dus de brandweer van woensdag. Ik heb een enigszins chaotische dag achter me. Vanavond is er in elk geval een uitzending van Slow Scan Radio met de nodige verwarring over het uitzendtijdstip. Om een uur of zeven vanochtend kreeg ik een mail van de eigenaar van Channel 292. Mijn tijdslot vanavond zou gestoord worden door een andere zender en waarschijnlijk ook de komende weken die precies op dat tijdstip net in de lucht was. Of het oké was om de uitzending een half uur later te doen, want dat leek een goed idee. Daar ben ik uiteraard mee akkoord gegaan en zo heb ik dat ook bekendgemaakt een paar uur later. Echter, vanmiddag kwam ik erna een mailtje om de planning te checken achter dat de uitzending nog op het reguliere tijdstip stond. Ik dus navragen, het antwoord was dat de oude planning waarschijnlijk nog in de cache van mijn browser stond. De uitzending stond nu om 8:30. Ik had een erg drukke dag en dat laatste zinnetje drong niet op mij door. Pas laat in de middag kwam ik erachter dat 8:30 geen wijziging was. Ik ga er nu dus vanuit dat de uitzending om 8:30 is en dat het misschien misgaat omdat ik het alsnog verkeerd begrepen heb of omdat het vanwege de overschakeling naar wintertijd misgaat. Ik ga er dus nogmaals vanuit dat de uitzending vrij zeker op het normale tijdstip plaats zal vinden. Deel 2 van de serie over geheime elektronica dus. We beginnen met een onderwerp dat naadloos aansluit op de eerdere serie over de communicatie onder water. Het iconische, geheime, elektronische of is het elektrische apparaat, de Enigma, de versleutelingsmachine van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Bij gebruik van versleutelingsmachines tijdens de Tweede Wereldoorlog denk je al snel aan de Enigma. Het is niet de enige geheime machine. De Britten braken de code van de Enigma, zo is bekend. Het waren de Amerikanen die de versleuteling van de Japanners kraakten, ook van de marine. Een totaal ander systeem in vergelijking met dat van de nazi's in de oorlog, maar wel met een vergelijkbaar resultaat. Het doel van de Enigma zal duidelijk zijn. Er worden berichten verstuurd, de geallieerden hebben er niets mee te maken en dus worden ze op deze manier verhuld. Versleutelingen waren er in de oudheid al, maar door een machine het werk te laten doen zou de versleuteling ook heel veel moeilijker te kraken zijn. De historie van de Enigma die begon al ruim voor de Tweede Wereldoorlog met de Enigma A. Die werd in 1923 door de Duitse ingenieur Arthur Scherbius als product aan de openbaarheid prijsgegeven. De Enigma waar we het meestal over hebben, het apparaat uit de Tweede Wereldoorlog, was echter een geheel andere variant. En er werden in de Tweede Wereldoorlog meerdere gebruikt. Type M4, die was voor de U-boten. Ja, nee, je luistert echt naar de serie over geheime elektronica. En een type G voor de Duitse militaire inlichtingendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van de meest gebruikte modellen is de Enigma 1 of de Enigma I. Een apparaattype dat ook in vele musea te bewonderen valt. Het is een apparaat van ongeveer 12 kilo. Kenmerkend verschil tussen de marine en de inlichtingendienstversie van dit apparaat is dat de aanduidingen op de cilinders in getallen zijn bij die van de inlichtingendiensten. En bij de marineversie staan op de cilinders de letters van A tot en met Z. In het openslaande deksel van de houten behuizing van het apparaat staat een beknopte handleiding voor het dagelijks gebruik. Deze aanwijzingen gaan alleen over het gebruik en het functioneren van het apparaat en die bevatten geen informatie over de codering. Voor de lagere soldaten in het Duitse leger waren de apparaten vast geen groot genot. De apparaten moesten gepoetst worden. Het regelmatig schoonmaken van de contactpunten was essentieel om fouten bij de overdracht te voorkomen. Zo'n fout maakte bij de manier van coderen door de Enigma het bericht dat al ontvangen was onbruikbaar. Fouten in de overdracht waren overigens niet de reden dat de Enigma kon worden gekraakt. Belangrijke redenen dat de code kon worden gekraakt waren een paar fouten in het apparaat zelf en bedieningsfouten. Het was echter bovenal de genialiteit van mensen als Alan Turing, Marianne Rejewski en het team waarin zij in Bletchley Park werkten. Het verhaal van de ontsleuteling van de Enigma is een spionageverhaal op zich. Enigma is een zogenaamde rotor-encryptiemachine. Zoals al vermeld, de geschiedenis daarvan begint niet in de Tweede Wereldoorlog, maar aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. De hiervoor genoemde Arthur Scherbius maakte zijn eerste Enigma wereldkundig in 1923, maar al in 1918 vroeg hij patent aan op een versleutelingsapparaat van die naam. Het versleutelingssysteem in dit soort machines is gebaseerd op zogenaamde rotoren, ook wel cilinders genoemd. Denk als voorbeeld maar aan de cilinders in een slotmachine in een casino of aan de cijfers van een cijferslot. In deze vroege versie van de Enigma was elk van de drie rotoren voorzien van de 26 letters van het alfabet. Precies als bij een cijferslot moet de juiste combinatie van de drie cilinders ofwel bekend zijn of hij moet achterhaald worden om bij het beveiligde item te komen.
Theoretisch zijn er bij 3 cilinders 17.576 mogelijkheden. Dat aantal is dus het aantal mogelijkheden waaruit je bij het kraken de juiste moet zien te vinden. In de tijd van de computers is zo'n getal natuurlijk geen probleem, maar in de tijd dat er op papier of op een abacus of telraam gerekend moest worden, of hooguit op een primitieve rekenmachine, was dat het wel. Naast deze 17.576 fysieke mogelijkheden waren de rotoren ook nog op een bijzondere manier bedraad, zodanig dat dit het aantal mogelijkheden nog extra vergrootte. Van de in de jaren 20 verkochte Enigma-versie had Scherbius 2 varianten. De ene was een militaire variant, de andere was een commerciële met een afwijkend bedradingsschema bedoeld voor bedrijven. Na de Eerste Wereldoorlog waren het met name mensen van het Poolse leger die in de inhoud van versleutelde communicatie geïnteresseerd waren. De reden hiervan was dat men vermoedde dat Duitsland de gebiedsdelen terug zou willen die ze na de Eerste Wereldoorlog aan Polen kwijtgeraakt was als genoegdoening voor het de Polen aangedane oorlogsleed. De Polen hadden hiervoor gewoon een op de markt verkrijgbare commerciële versie van de Enigma tot hun beschikking. Een bronvermelding, deze tekst leunt zwaar op een tekst van het Deutsche Spionagemuseum in Berlijn en op informatie van enkele andere musea en op Wikipedia. Ik stelde laatst op de repeater een vraag en toen zei het tegenstation: je denkt toch niet dat ik op zo'n domme beginnersvraag een antwoord ga geven? En toen was er een andere amateur en die moest lachen. Het is toch helemaal niet dom om een beginnersvraag te stellen? Er is juist wel wat moed voor nodig om zo'n vraag te stellen, vind ik. Ik heb er nog steeds een rot gevoel van. De volgende keer houd ik denk ik mijn mond wel. Stil maar hoor. Ik vind het helemaal niet dom als je een beginnersvraag stelt. Ik vind het vooral dom als iemand daar een heel stom antwoord op geeft. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.